Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze video wil ik met je hebben over wanneer je paard te enthousiast wordt van de klikkertraining. Dus wil jij er meer over weten? Dan zeker blijf kijken. Heb jij dan ook dat jouw paard op het moment dat jij met klikkertraining aan de gang gaat zo ontzettend blij wordt en zo ontzettend fanatiek wordt dat hij eigenlijk helemaal staat te hyperen, dat hij staat te springen en helemaal denkt, joe, ik wil. Nou, dan is deze video voor jou, want daar gaan we het in deze video over hebben. Bij mijn paarden zie je dat gedrag niet meer zo duidelijk terug. En dat is natuurlijk logisch, ze zijn al veel verder in hun training. Neemt niet weg dat Silvado, zeker toen hij jonger was, ook zo ontzettend hyper kon worden. Van het feit dat er klikkertraining gedaan werd en dat hij koekjes ging verdienen. Er zijn wat verschillende manieren om daarmee om te gaan. Allereerst is het belangrijk om te realiseren dat dat gedrag in basis echt heel fijn is. Want een paard die echt heel fanatiek wordt voor klikkertraining is dus ook heel gemotiveerd om heel veel te doen. En die is dus heel trainbaar. Het is veel makkelijker dan een paard die er helemaal niks voor wil doen. Maar ik begrijp dat het soms wat overweldigend is. Als zo'n paard helemaal, ik wil van alles van jou. Dat wordt dan zo fanatiek. Dan kan ik me goed voorstellen dat het af en toe misschien zelfs wat spannend kan zijn. Maar realiseer je, zo'n paard wil echt heel graag dingen doen voor die beloning. En als je dat snapt, dan kan je er al wat minder snel, of tenminste, dat helpt meestal wel om minder gefrustreerd te raken over het gedrag. Laat mijn zweep nou even los. Ja, monster. Wat gebeurt er in dat paard? Nou, we hebben een aantal emotiesystemen. En het seeking system is er één van. Het seeking system zet aan tot gaan zoeken. En dat seeking system is een prettig hormoonstelsel, dus een prettige emotie. Dus het feit dat je gaat zoeken naar iets waar je blij van gaat worden, of waar je behoefte aan hebt, die emotie erbij komt kijken, dat is een prettige. Dat is net zoals dat jij naar de koelkast loopt omdat je honger hebt, of omdat je iets gaat bakken omdat je honger hebt, of dat je iets leuks gaat doen waar je zin in hebt, een dagje pretpark. Of, dat is eigenlijk allemaal seeking system, dus dat systeem wat je aanzet om dingen te gaan ondernemen. En dat systeem, dat heeft een paard ook. Ieder dier, ieder zoogdier in ieder geval, heeft dat systeem. En dat seeking system zet het paard aan tot gedrag. Nou, en op het moment dat het systeem dus goed werkt, dan zie je zo'n paard echt bloedfanatiek worden. En dat kan, wat ik al zei, overweldigend zijn, maar je kan daar ook heel mooi gebruik van maken. Wel is het belangrijk om kaders te scheppen voor je paard. Er zijn mensen die zeggen van ga het zo'n paard, want vaak is dat natuurlijk ook voedsel gedreven. Jij hebt voer en dat paard wil dat heel graag hebben. Nou, dus een van de belangrijkste dingen is natuurlijk zorgen dat jouw voer wat je hebt niet te lekker is. Als jij een paard die heel voedsel georiënteerd is, heel voedsel gemotiveerd is, zorg dan dat het voer wat je hebt een beetje saai is. Kies voor een hooibrokje, kies voor rozenbotteltjes, voor stukjes komkommer. Gewoon iets wat hij wel graag wil eten of gewoon plukjes hooi, maar waar hij niet helemaal on top of van wordt. Wat mij ook vaak opvalt is dat dit gedrag heel vaak voorkomt bij paarden waarmee gestart wordt met klikkertraining. Als ze op een gegeven moment verder zijn, zie je het gedrag vaak bij goede training rustig aan weer afvloeien. Worden ze gewoon wat relaxter bij voer. En het is ook best wel begrijpelijk, hè? Als jij ineens van iemand geld gaat krijgen, dan denk je ook, wow, die is leuk. Maar als je op een gegeven moment het verband gaat zien tussen jouw gedrag en dat geld, van hey, verrek, hij geeft me dat geld omdat ik dat doe, dan geeft dat ook een stukje rust. Van, oh, ik snap waarom ik dat krijg. Kijk, anders kan je het gevoel hebben van, hé, daar komt ineens heel veel geld. Ik moet nu mijn slag slaan, want straks is het misschien weer voorbij. Nou, het is een heel logisch gevoel. Terwijl als je op een gegeven moment weet van, hé, iedere keer als die persoon komt en we gaan dat doen, dan krijg ik daar geld bij. Nou, dan kan je je voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, oh ja, nu ga ik geld krijgen, dat is fijn. In plaats dat je daar helemaal hyper van wordt. Dus je ziet dat het gedrag ook als je langer doorgaat met klikkertraining op een gegeven moment ook dus rustiger wordt. Omdat hij gewoon weet, wat is nou de situatie, wat gaan we doen. Wat heel erg helpt, is om niet mee te gaan in die hyper van je paard. Want dat zie ik heel veel mensen die denken, oh, mijn paard wil heel graag dat ik snel ga werken. En dat ik snel zoveel mogelijk koekjes geef. En ze gaan vaak mee in die energie. Dus ze gaan ook heel snel de oefeningen vragen, heel snel belonen. En oh god, als ik maar niet geen vertraging bouw. Daar dus niet in meegaan, maar juist eigenlijk een beetje er tegenin gaan. Ga zorgen dat je paard met jouw energie meegaat. Dus zorg dat je juist zegt, oké, dan wacht ik wat langer. Een van de dingen die ik veel doe is op het moment dat ik geklikt heb en je hebt zo'n paard die meteen in je zakken duikt. Nou prima, dan ik heb nu toevallig zo'n voerzakje. Dan hou ik mijn hand gewoon in dat voerzakje. Eigenlijk net zolang tot het paard weer weggaat van het voerzakje. En dan pas komt die hand eruit en beloon ik. Want, en ook het inzetten van de oefening, bijvoorbeeld wachten met eten. Kijk, je ziet dat jou ook totaal niet reageert als ik hier in dat voerzakje bezig ben. Hij is momenteel bezig om mijn zweep af te pakken.
Want hij denkt dat het gaat veel sneller wat opleveren dan als ik met mijn neus bij het voerzakje erbij ga zitten. Omdat hij weet dat dat niks oplevert en de zweep vast te houden en teruggeven. Ja, dat levert natuurlijk wel wat op. Dankjewel. En je ziet ook nu ook, hij komt niet met zijn neus bij het zakje, hij wacht gewoon en dan geef ik hem. En door daar heel bewust mee om te gaan, dus dat je zegt, oké, ik ga daar echt rustmomenten in bouwen. Ik ga niet zo snel mogelijk voeren, niet zoveel, maar dan ga je mee in die hoe moet dan wel snel. Door het juist te zeggen, oké, ik ga rustig ademen, blijf lekker met mijn voeten op de grond, pak rustig dat voer, ik geef het jou rustig, ik zorg dat je goed voor me afstaat, creëer goede kaders, dat bouwt ook rust in. Je hebt dat zelf ook als je met iemand anders omgaat. Als je iemand hebt die zelf heel veel rust in zijn lijf heeft, dan kan jij vaak ook veel makkelijker zeggen, oh, relax. Heel eerlijk, mensen hebben dat vaak bij mij. Ik ben van mezelf al best, van nature best heel rustig. Er zijn best wel veel mensen die zeggen, oh, wat is lekker rustig van jou. Maar soms kan ik ook druk zijn en dan is het, hebben ze dat gevoel natuurlijk niet. Maar ik heb dat juist bij andere mensen die heel veel energie hebben. Ik vind dat vaak wel lekker, omdat ik van mezelf rustig ben. Kan ik met iemand die heel veel energie heeft, ga ik lekker mee op die energie. Vind ik super fijn. Maar binnen training kies ik er dus heel bewust voor om te zeggen, nee, mijn energie is leidend, we gaan naar rust toe. Tenzij ik een paard heb, maar daar maak ik nog een aparte video over, die juist helemaal niks doet. Dan kan het heel interessant zijn om dus je eigen energie omhoog te gooien. En het kan dus ook op een gegeven moment zijn dat je zoveel rust inbouwt, dat jouw hele drukke paard op een gegeven moment zelf wat rustig wordt. En dat je dus weer wat energieker moet worden. Dus speel ook met jouw eigen energie, om daarmee dus weer te spelen met de energie van je paard. En daar controle over te krijgen. Dat jij kan bepalen of die hoog is energie komt of dat die laag blijft. Kijk, want Fado, ja, zie je, die is er ook bij. Kijk, Jouke is natuurlijk een van zichzelf best heel rustig paard. Hoewel, vergeet je niet, als je erop zit, kan hij heel vlug zijn. Maar ondertussen is hij 21, dus het vlug is er wel vanaf. Maar zeker toen hij jonger was, heb ik best wel eens mijn handen vol gehad aan hem. Maar die is van zichzelf wel over het algemeen best wel heel, zeker in het grondwerk, rustig. Pakt rustig zijn beloningen, is daar gewoon rustig in. Dat zie je ook als ik hem dus bijvoorbeeld wachten met eten vraag. Dan zie je dat hij daar dus wel wat beweegt, maar op zich doet hij dat gewoon netjes. Je kan je vast voorstellen dat vader dat net een beetje een andere energie doet. Ik ga even kijken of ik hem erbij krijg. Hi. Kijk, en dit paard, ja, nu komt hij echt heel traag over, maar van zichzelf is hij wat vlugger. Fado is als jong paard was hij echt wel soms heel hectisch. Nu is Fado natuurlijk sowieso, hij is wat ouder. Hij is vandaag erg relaxed. Maar een van de dingen waar hij bijvoorbeeld als jong paard echt heel druk van werd, was steigeren. Dus wat heb ik hem geleerd? Dat hij had de neiging om op het moment, kijk, dus wat hij nu dus doet. Nou, wat ik dan deed was mijn hand op mijn rug leggen. Nou, je ziet al wat er gebeurt. Dan moet je dus achteruit. Ja, je kan gaan hinniken. Poeken denkt, oh, ik pak het wel. Goed zo. Dus ik heb hem heel bewust geleerd om achteruit te gaan bij het aannemen van de beloning. En dus ook de beloning weg te halen op het moment dat hij naar die beloning toe kwam. Kijk, tegenwoordig doe ik het dus anders. Tegenwoordig laat ik mijn hand in mijn zak zitten en wacht ik tot hij wegkijkt of wegstapt. Ik heb het hem dus 10 jaar geleden geleerd door mijn hand op mijn rug te houden. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Je houdt het voer weg en je haalt die hand weg en hij krijgt gewoon niks zolang hij bovenop jou staat. Dat is een manier om zo'n overenthousiast paard uit te leggen dat hij met dat gedrag, dat jij daar niet in meegaat. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen van ja, als ze zo fanatiek zijn aan het voer, moet je juist overvoeren. Moet je ze zoveel geven dat ze gewoon een mond vol hebben en dat ze niet meer hoeven te hyperen voor het voer, omdat ze gewoon genoeg krijgen. Ik moet zeggen, ik heb dat uiteindelijk nog, ik heb het wel een keer geprobeerd. Ik vind het niet zo heel fijn werken, want op het moment dat het eten is, heeft hij eigenlijk geen aandacht om echt te leren. En ik vind dat je dus niet de kaders creëert waar je binnen wil werken. Want je gaat dus eigenlijk mee in zijn hyper en in zijn, oh, ik moet eten. En hij wordt daardoor wel heel gevoed. In plaats dat hij eigenlijk gaat meekijken in, oké, wat gaan we dan eigenlijk doen? En dat is een keuze. Hè? Misschien past het voor jou en jouw paard wel. Ik heb eigenlijk nog geen situatie gehad dat ik echt merkte van, hé, dit werkt echt fijn.
En ik vind het dus prettiger om juist die rust in mezelf te zoeken en te zeggen tegen het paard ook van nou, weet je, met je gehyper komen we niet verder. Dus mee rust. Wat ook belangrijk is natuurlijk, als een paard gewoon heel veel energie heeft, er is laatst ook een video over spelen langsgekomen. Daar hadden mijn paarden natuurlijk waanzinnig veel energie. Het is totaal anders dan hoe ze er vandaag bij staan. Vandaag, we zitten nu weer in een zonnige periode. Je ziet het ook, het weer is prima. Dus mijn paarden zijn heerlijk relaxed en die hebben helemaal niet te veel energie. Maar als jouw paard dus hele dagen op stal staat of dus een dag is geweest dat er alleen maar regen was, dat hij niks gedaan heeft en hij zit vol energie, dan kan je natuurlijk wel zeggen ik wil geen gehyper, maar eigenlijk is dat niet realistisch, want jouw paard heeft gewoon heel veel energie. Ga dan eerst de energie afvloeien. Of zo'n dag dat het heel hard waait, weet je wel, dan weet je ook dat alle paarden natuurlijk daar zitten in energie. Ga dan eerst hem helpen om die energie af te vloeien. Ga dan niet starten met een training waarbij je wil dat hij eigenlijk heel veel stilstaat en heel rustig aan doet. Zeg dan, nou weet je, we gaan je eerst even losgooien in de roundpen of in de rijbak als dat mag. Of in de wei. Of even longeren. Of... Maar in ieder geval even energie afvloeien. Dat je wel met een paard start die ook gewoon in basis relaxed kan zijn. Dat vind ik wel heel belangrijk, hè? Want dat is natuurlijk, je kan wel zeggen tegen je paard, jij moet rustig zijn terwijl hij vol met energie zit. Maar het moet wel eerlijk blijven voor je paard. Je kan wel rust vragen van een paard die de energie daar niet voor, dus die te hoog in energie zit, dat moet je niet willen. Dus ik heb het echt wel over paarden die super enthousiast worden van de klikkertraining, die daar hyper op worden. Niet paarden die echt al daar in hun energie zitten. Dat is natuurlijk gewoon een ander verhaal. Dan moet je eerst energie afvloeien. Maar als jij een paard die echt hyper wordt van de vrije structuur van de klikkertraining en helemaal ik ga koekjes krijgen en die zijn er best wel heel erg veel, dan is het dus echt zaak om enerzijds te zorgen voor een saaie beloning die niet zo heel erg lekker is, maar wel lekker genoeg om wat voor te willen doen, hè? Oh, jij bent mijn paard, ik ben jouw mens, dat weet ik. Maar dit leunt minder lekker, Jouwke, je bent te groot, vriend. Hij heeft zichzelf er wel echt tussen gezet, nou. Maar... Ja, ik weet dat ik van jou ben. Vriend. Zorg dus in eerste instantie voor voer wat niet al te lekker is. Wat gewoon een beetje saai is. Maar wat wel lekker genoeg is. Waar ze het wel voor willen doen. Hè? Als het te saai is, als het niet lekker genoeg is. Ja, dan doen ze er ook niks voor. En wat ik vaak wel merk. Als je begint met een voer wat niet zo heel lekker is. Op het moment dat het paard dus principes snapt. Kan je wel weer toe naar ook lekkerder voer. Of lekkerdere dingen. Twee is dus. Realiseer je dat zo'n paard ook gewoon moet gaan snappen hoe het werkt. En dat dat ook wel rust geeft als hij begrijpt wat de situatie is. Want hij weet niet wat jij bedacht hebt. En dat is iets wat ik ook heel vaak tegen mijn klanten zeg. Realiseer dat jij een plan in je hoofd hebt. Maar jouw paard heeft geen flauw idee wat jij hebt bedacht. Hij weet niet wat wij vandaag gaan doen. En ben daar bewust van. Hoe vaak ik wel niet hoor. Oh, maar dat snapt hij wel. Nee, dat snapt hij niet. Hij weet het niet. Leg het hem uit. Neem de tijd om het hem uit te leggen en accepteer dat dat soms tijd kost en dat hij daarin, ja, bijvoorbeeld inderdaad even zo afgeleid door al dat eten wat er ineens langskomt, dat hij even vergeet dat hij ook nog moet nadenken. En dat mag. Maar dan is het dus gewoon, heb geduld. En als derde dus, zorg voor rust in jezelf. Creëer kaders en ga niet mee in de hyper van je paard. Laat je niet opjagen door je paard, maar kies er juist heel bewust voor om eigenlijk daar een beetje, ja, tegenover te zetten hoe hyperder hij wordt, hoe relaxter jij wordt, hoe rustiger je wordt, trager je bewegingen, hoe langzamer je adem, hoe meer je voeten in het zand gaan, zodat hij eigenlijk een beetje mee moet gaan in jouw energie. En dat is eigenlijk hetzelfde als met bijvoorbeeld lichtrijden. Als je wilt dat je paard langzamer gaat lopen, dan ga je ook langzamer lichtrijden. Ga je ook uitademen, je laat jezelf wat zwaarder worden, zodat hij in die energie van jou meegaat in een rustiger tempo. En dat is hier eigenlijk niet anders. Hou het natuurlijk ook altijd voor jezelf veilig. Als jouw paard echt te fanatiek wordt, dan kan het echt interessant zijn om in het zogenoemd beschermd contact te gaan werken. Kies er dan voor om gewoon een draadje ertussen te zetten en over een draadje heen te werken in het begin. Maar dat is eigenlijk vooral als je je niet veilig voelt. Ik werk weinig tot niet in beschermd contact, ook niet met mijn klanten. Ik weet dat er ook mensen zijn die daar juist heel erg voor kiezen. Dat kan in sommige gevallen echt heel goed werken. Maar ja, in basis hou ik er altijd van om het meteen een goede baan te leiden. Want ik ben een luie trainer en met beschermd contact ben je natuurlijk eigenlijk twee keer aan het trainen. Want je wil het uiteindelijk ook zonder dat beschermd contact. En dan moet je toch weer die stap gaan zetten. Dus ik zet die liever meteen. Maar goed, dat is hoe ik erin sta. Monster dat je bent. Maar dat kan dus wel. Het is wel een optie om
rust te creëren. Wat ook nog een hele belangrijke is in overenthousiaste paarden is, laat jezelf niet van je plek afduwen. Dat zie je vaak gebeuren bij paarden die heel enthousiast zijn, die heel op je afkomen. Daar werkt beschermd contact natuurlijk ook heel goed bij. Maar ook als je zonder beschermd contact werkt, zorg dat je echt je eigen plekje inneemt. Dat je tegen je paard zegt, ik sta hier en ik laat me niet van mijn plek duwen. Ik ga niet voor jou aan de kant. Want als je dat gaat doen, dan kan overenthousiasme natuurlijk wel gevaarlijk worden. Want als je paard doorheeft dat jij voor hem aan de kant gaat, ja, dan zet hij op een gegeven moment gewoon lekker tegen de bakkant vast. En dan kan hij mooie zakken leeg peuzelen. En dat is niet wat je wil. En ik geef natuurlijk ook les hierin. Dus mocht je hier graag hulp bij willen, dan kan je natuurlijk altijd mij inschakelen voor hulp. Ik geef fysiek les natuurlijk bij jou op locatie, maar ik geef ook online les. Dus ook als je op een andere plek in het land woont en eigenlijk te ver weg zit, kunnen we via een videoverbinding met gewoon je telefoon, met bijvoorbeeld WhatsApp bellen, kan ik live met je meekijken. Of bijvoorbeeld een video van je terugkijken en samen jou doorspreken. Dus ook dan kan je lessen als je dat interessant vindt. En dat werkt echt heel goed. Dus mocht je daar interesse hebben, neem contact met me op. Als je gewoon fysiek les wil, mag je natuurlijk ook altijd even mailen. En ik ben natuurlijk niet de enige die lessen geeft. Ik heb ook collega's door het land heen. Dus je kan ook bij iemand anders lessen. Hoeft niet per se bij mij. Maar als je hier moeite mee hebt, dan raad ik je wel aan. Zoek daar even hulp bij. Want dat is echt heel wijs. En dan gaat het ook lukken. En anders ben je straks ook iemand die zegt, ja, dat werken met voer, dat werkt helemaal niet. Want dan worden ze zo vervelend van. En dat ligt niet aan het paard. Dat ligt niet aan het voer. Dat ligt echt aan jou als trainer. Om het de goede banen te leiden. En dan hoop ik dat je dit een inspirerende video vond. En als je dat vond, vergeet dan niet door even een duimpje omhoog. Ik ben heel benieuwd of je hier ook wel eens tegenaan loopt. Dus laat me dat even weten hieronder in de reacties. En mocht jij nog een thema hebben dat je zegt van, goh, zou je dat eens willen bespreken? Laat me dat dan ook even weten hieronder in de reacties. Want wie weet heb jij wel een vraag waarvan je zegt van, goh, daar zou ik echt wel een keer hulp bij willen. En realiseer je wel, het is een algemene video altijd, hè. Dus je zegt van, goh, mijn paard doet altijd dit of dat. Wat moet ik dan doen? Ja, dat is lastig, want ik ken jouw paard natuurlijk niet. Ik zie de setting niet. Maar als je zegt van, goh, als een paard zus of zo doet, wat zou dat kunnen zijn? Kijk, daar kan ik natuurlijk wel wat over zeggen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hou je zo graag aandacht? Waar is mijn zweep nou? Wil je mijn zweep even teruggeven? Dankjewel. Kom eens, vriendje. Kom. Ja, ook heel knap. Goed zo. Stappen? Stappen, go. Goed zo. Ja. Je wil heel graag wat doen, hè, vriend.